Hallo, in de biofysische geneeskunde worden verstoringen verklaard vanuit energetische processen die buiten ons lichaam plaatsvinden en in ons lichaam plaatsvinden. Dus welke factoren zijn er die dat beïnvloeden en hoe kun je dat behandelen? Wij geven je een cadeau, een gratis seminar in Duitsland bij de bron waar de specialisten werken en wonen in een prachtige harmonische omgeving. En ik ga een klein stukje uitleggen over die biofysische geneeskunde. Kijk even verder. Ik heb hier staan een scope. Die heeft een aansluiting met een plus. De scope heeft een aansluiting op de aarde van het elektriciteitsnet. En ik heb hier een mat liggen die ook aangesloten is op de aarde van het elektriciteitsnet. En ik heb hier mijn laptopje staan. En ik laat je zien dat de spanning in je lijf afhankelijk is van de elektromagnetische straling om je heen. Ik pak deze plus elektrode en kijk wat er gebeurt op de scope. En dan zie je dat de spanning oploopt en zichtbaar is. Je kunt zien dat de spanning iets met mijn lijf doet. Op het moment dat ik de aardedraad aanraak, dus de aardemat aanraak, dan zie je dat de spanning naar beneden gaat. Dit is de normale spanning die in een lichaam thuis hoort te zijn. En die spanning die wordt alleen nog maar lager op het moment dat je met blote voeten bijvoorbeeld in het gras loopt of blote voeten buiten ergens. En hier, of een goede aardedraad hebt. En hier is die wat aan de hoge kant nog. Ja? In de natuur is die nog lager. Op het moment dat ik beweeg naar het scherm, dan zul je zien dat die nog hoger gaat oplopen en zelfs buiten het meetbereik gaat vallen. Ja, je ziet dat de sinus buiten het meetbereik ligt en de spanning buiten het meetbereik. Dus dit is wat elektromagnetische spanning doet met de spanning in jou. Als de spanning in jou toeneemt, dan neemt ook de spiertonus mee. Samengevat, onze spanning loopt op als we bij kunstmatige spanningsbronnen komen. Hierdoor verhoogt onze spiertonus, maken we meer melkzuur aan en verzuurt ons lichaam. En hierdoor ontstaan allerlei klachten zoals ontstekingen, hoofdpijn, nekpijn, schouderpijn, gewrichtspijnen, spijsverteringsproblemen, moeheid, haar- en huidproblemen, botontkalking, COPD, kanker, diabetes, hoge bloeddruk, nierstenen, leverpathologieën enzovoort. Die kunnen allemaal hieruit ontstaan. En in de biofysische geneeskunde worden die verstoringen verklaard vanuit energetische invloeden binnen en buiten ons lichaam. Wat ik je net heb laten zien is dat energie die in de atmosfeer zit, invloed heeft op ons lijf en op onze spiertonus. En op het moment dat we die energie voor een belangrijk deel kunnen laten afvoeren, dat ons lichaam weer in balans komt. Weet dat ons lichaam bestaat uit energie, functioneert door energie, communiceert door energie, regenereert door energie, neemt energie op en ons lichaam geeft energie af. Want het is allemaal bijna elektrische energie wat omgezet wordt. En dat komt uit zonlicht, uit lucht, water, voedsel en de elektromagnetische velden op aarde. Dus dat betekent energie halen we uit de omgeving en van de voeding en water. En als je heel veel binnenleeft, dan krijg je te maken met kunstmatige verstoringen. En die kunstmatige verstoringen zijn je telefoon, je computer, je kunstlicht, maar ook de voeding die je gebruikt vaak. Misschien bewerkt voeding, de lucht die je inademt, maar ook het water wat al vervuild is. Dat zorgt dat er andere vormen beïnvloed worden in je lijf. Als je al die vormen gaat kijken, dan kan dat ervoor zorgen dat je een deficiëntie ontwikkelt, een toxische belasting creëert of onder invloed van straling slecht gaat functioneren. Misschien heb je er nooit aan gedacht dat licht en elektromagnetisme samen een dans uitvoeren. Die resoneren op elkaar. En op het moment dat die twee frequenties uit de pas lopen, dan kost dat energie. En alles wat energie kost, maakt dat er onbalansen in je lichaam kunnen ontstaan. Dus we hebben een resonantiesysteem. En dat resonantiesysteem is gebaseerd op de Schumann-frequentie, dat is de frequentie van ons aardmagneetveld, en het elektrische veld wat van de zon komt en de atmosfeer beïnvloedt en de elektromagnetische straling die daar zit. Daar reageren we heel sterk op en dat kunnen we beïnvloeden met
fotonenapparatuur en magneetveldapparatuur om dat weer in balans te brengen. Maar het mooiste zou zijn als je natuurlijk naar buiten gaat en gewoon lekker in contact komt met alle oerbronnen. Weet dat we binnenkort naar Duitsland gaan. We gaan naar de bron. Daar waar specialisten zitten die je daar alles over kunnen vertellen, maar je dat ook kunnen laten ervaren. En we nodigen je daarvoor uit. Ja? Nodig je uit om daar in mee te gaan. Want het is een hele beleving. En je gaat dan heel erg goed begrijpen wat alle energetische invloeden op ons lichaam zijn. Dus hou het in gedachten. 17 maart in dat weekend, dan gaan we naar Duitsland. En we hopen dat je met ons meegaat. Of je kunt natuurlijk op een van onze scholingsdagen komen. De eerste scholingsdag die hierover gaat, biofysische geneeskunde, is 5 mei in Apeldoorn. Tot ziens!